De legging voor de tweelingen. Voor Valentijn. Dit is de Valentijnslegging. We hebben boze geesten die niet zo duister is als het lijkt. waar het om gaat bij deze kaart is dat iedereen wel iets in zich heeft wat je liever anders zou zien. Dus dan gaat het om iemand anders, maar ook om jezelf. Dus maak het jezelf en anderen niet te lastig. Of neem mensen niks kwalijk. En, nou ja, al helemaal dus jezelf niet. Iedereen heeft wel iets in zich wat je liever anders zou zien. Niemand is zonder fouten. Dus probeer om het niet te negatief allemaal te zien. We hebben de onverwachte bezoekers. Dus een nieuwe persoon. Een nieuwe liefde. Nieuwe Valentijn die er aankomt voor je. Positief is het. Het is een nieuw avontuur wat gaat beginnen. Koningin van Staven. Dus het is iemand die jou op waarde schat. Die jou op een voetstuk plaatst. Wat heel erg belangrijk is dat je probeert om het positief te bekijken allemaal. Dus je meer te focussen op de positieve dingen en niet zozeer op de negatieve dingen. En wat eigenlijk vanaf het begin dus naar boven komt, is dat het niet alleen voor anderen geldt, maar ook vooral voor jezelf. Dus probeer ook om als je over jezelf praat, om dat positief te houden. Dus niet zeggen van, nou, ik ben hier niet goed in, of ik kan dit niet, of zoiets zou mij nou nooit lukken. Probeer om dat een beetje los te laten en om meer te focussen op de positieve dingen. Deze liefde, deze nieuwe liefde, die ziet jou zo positief, in zo'n positief licht. Dus ik denk dat het jou zal helpen om dat ook over jezelf te kunnen zien, zeg maar. Dus succes. Succesvol. Een soulmate. De bekkers 2. En de magier met een nieuwe start. Leren, hè? Nieuwe dingen leren. Eindelijk zien dat je alles wat je nodig hebt, dat het altijd al binnenin je zat. Dus dit is echt een nieuw avontuur wat er komt voor je. Het is iets waar je hard aan werkt. En waar je ook hard aan blijft werken. Of moet blijven werken. Omdat dit iets is wat steeds weer de kop op kan steken. Dus dat positief over jezelf praten, denken, is iets wat je zult moeten blijven doen. Maar deze persoon, deze nieuwe liefde, jouw Valentijn, gaat jou daarbij helpen.
Want dit is iemand die daar heel erg mee bezig is. Dus die positieve communicatie, noem ik het even. Dus je kan heel veel leren van deze liefde. Een hele succesvolle relatie sowieso, maar dit is ook een hele succesvolle persoon. Heel motiverend. Motivator, ja. Ik moet een beetje denken aan bijvoorbeeld Emil Ratelband of zo. Nou, vind ik dat niet per se iemand die. Het type niet of zo. Maar, nou ja, zoiets bedoel ik met iemand die jou motiveert. Deze persoon plaatst jou op een voetstuk en hemelt je op. En ja, is gewoon echt heel erg gek op jou. Ziet in jou al die goede dingen die je misschien zelf over het hoofd zou zien. Zoiets is het. Met de geliefde ook nog erbij. Dus zeker een soulmate. Maar dit is iemand die jou helpt om je gedachten rustig te krijgen. En om je te focussen op het positieve. Dus dat komt hier nog een keer echt zo duidelijk naar boven. Ik denk dat het iets heel belangrijks is voor jou om aan te werken. Ik zie daar hele sterke veranderingen in komen de komende tijd. En deze liefde, jouw nieuwe liefde, nieuwe Valentijn, helpt jou daarbij. Een nieuwe start. Een heel nieuw begin. Dus je laat achter je wat niet meer werkt en je verandert het en jullie gaan samen. Ga je nu ervoor? Communicatie is echt een ding hier. En dan vooral de positieve communicatie. Ik zie dat het iets is waar je heel erg blij van wordt. Ik denk dat het ook iemand is die gek is op grapjes maken en gewoon gezellig. Iemand met wie je echt heel leuk contact hebt, heel gemakkelijk zeg maar. Dus als jullie in contact zijn met berichtjes sturen of zo, of dat je echt gewoon superleuk contact hebt. Dat is echt genieten zeg maar. Dus je bent heel de tijd aan het lachen en naar je telefoon aan het lachen. En het staat nooit stil, het droogt nooit op zeg maar. Contact. Jullie hebben elkaar altijd dingen te vertellen, dus jullie blijven met elkaar in contact de hele dag. En dan, ja, wat ik zeg, hè, met grapjes, leuke woordspelingen. En een serieuze relatie komt hieruit. Een huwelijk. En het zorgt ervoor dat er een periode van, ja, misschien toch wat stress of wat onrust in jezelf tot een einde komt. Stabiliteit komt eraan en deze persoon die helpt jou om die kracht in jezelf te vinden en om ervoor te gaan. Dus helpt jou om niet te twijfelen. Helpt jou om ja, die kracht in jezelf te vinden en zelf beslissingen te kunnen nemen. Dus niet meer zo twijfelen of onzeker zijn, maar gewoon staan voor waar je in gelooft en gewoon doen. Dus ziet eruit als een hele fijne en rustige relatie voor jou met heel veel lol. Plezier,
liefde. Dat is heel mooi, eigenlijk allemaal. Ik ga nog even met deze legging verder in de verlenging. We gaan kijken naar nou ja, wat meer naar deze nieuwe liefde, hè? Naar jouw Valentijn, wat voor iemand het is. En hoe dit natuurlijk allemaal verder gaat verlopen. Dus ik zet de link daarvoor in de beschrijving onder de video. Dus misschien zie ik je daar. En zo niet, ook helemaal goed. En dan zie ik je de volgende keer weer. Nou ja, alvast een hele fijne Valentijnsdag. Oké, dag.